surprised to hear that you saw the fight, actually. And the people in the audience loved it. That's good. They loved it. We're there to entertain, right? We're not only here to fight for ourselves, we're there to entertain. The audience was saying that the girls were fighting better than the guys tonight. And harder. She was a pressure fighter. Pressure, forward, forward, pressure, fight. Pressure, pressure, fight. Hallo. Hoe is het? Goed, goed met jou? Ja, mijn laatste partij was in Suriname, was december. Ja, dat was het. De laatste partij was in december. En, ik had het verloren, omdat toen mijn tegenstander... mijn tegenstander had me geschopt in mijn ballen, waardoor Surinaamse jury... Ja, hele, hele gedoe, maar uiteindelijk is het wel teruggedraaid, wat ik heb begrepen. Dus ik heb het gewoon gewonnen. Dus heb je winnen? Ja. Tino. Ik ga nu B, ik ga nu mijn tweede B draaien. 28 mei, Slamm Gala, ga ik mijn tweede B draaien. Ja, ik ben nog even bezig in de B. Ja. Nog steeds bij Vos Gym, ja. Oshadix Dwedar. Ja, 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 zeker. Beetje tijd voor mezelf genomen. Maar ik ga er weer tegenaan. Ja, na 28 mei heb ik even een kleine stop, gewoon even vakantie. 28 mei, ja. Ja, precies. Ja. 28 mei heb ik, ja. Na 28 mei heb ik een kleine vakantie. Ga ik even vakantie, dan weer knallen. Volgens mij heb ik, ja, ik weet niet meer wat ik heb staan, maar ik heb wel een paar partijen staan. Volgens mij een Fusion, maar de dagen weet ik niet precies. Hoe oud ben je nu? Ik ben 22 jaar oud. Succes, hou ze op de dag. Dankjewel, zeker. Kom goed. Is goed, hoes. Mijn tegenstander heeft afgezegd en ja, dus geen wedstrijd, helaas. Ik vecht over 3 weken, 13 mei, in Hoofddorp, bij Fight League. En ja, ook A-partij. Ik sta tegen Ella Grapaus. Nee, dit is eerste keer, ja. Vrij weinig, ja. Steen bij Etaki Gym, Amsterdam. Ja, niet veel, niets belangrijks dat ik moet weten. Aankomende partij voor dit jaar, ik vecht 16 september. Vecht ik op Enfusion Gala in Zwolle. En daarna vecht ik in Amsterdam, ook Enfusion. Dat is op 11 november. Al deze data zetten in jullie agenda. Kom bij mij supporten, kom mij steunen. En jullie weten wat jullie te zien zullen krijgen. Hoi.